Goedemorgen, lieve vrienden. Het is vandaag zaterdag en we leven op 20 april en het is 9:46. Ik zou in eerste instantie naar Marie toe rijden, Merie toe rijden. Ik zeg altijd Marie, omdat het een A is, maar je zegt Merie. Maar oké, doet er niet toe. Ik wens jullie als eerste een hele goedemorgen en natuurlijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Weesterboel. En vandaag ook Merie. Ja, nou de dieren zijn allemaal binnen, want die willen wat eten hebben. Ewen die loopt hier al rond. Gandalfje daar en Frodo als vanouds op de bank. En ik wil zelf ook eten en een bakje koffie. En Merie die heeft al gebeld van, nou ik kom jouw kant op, want ik moet eerst over de markt. Over eventjes fruit halen, Rauze. Bruggetje, je bent een bruggetje geworden. Hé, je bent een bruggetje geworden. Ja, van de ene stoel een fruitje in de stoel. Hoe doen we dat? Maar oké, wij gaan dus vandaag de kanoroute doen. Ja, ik heb mijn tas al gisteren gepakt. Ik heb alles opgeladen. De GoPro heb ik opgeladen. Die ligt op tafel klaar. Ik neem mijn statief mee. Ik neem mijn andere camera mee. Want je weet me nooit wat er tegenkomen. Ja, toch? Ja. En als ik daar een tijdje stil moet staan, dan pak ik het grote statief even. En dan zet ik hem daar wel weer op. Maar het komt allemaal goed. Frode die kijkt al, die staat al op de uitkijk. Hoe leuk. Dat, ja, ik wens jullie allen natuurlijk een hele fijne dag. En God zegen. En we spreken elkaar straks wel weer. Ja, ze zeggen tot dan. Frodootje wil even op de film, lieve vrienden. Ja, ja. En Ewen die zit lekker te smikkelen en te smullen en te doen. En Vrouwtje laat het weer staan. Maar ja, daar kan ik niks aan doen. Nee. Maar in ieder geval, ik moet eerst het klepje weer omhoog hebben. Dus zo vrolijk heb ik daar altijd weer problemen mee. En daar ben ik dan weer. Ja, ja. Maar wie is er dan weer? Kijk, daar zit Merie. Zeg hier hoi. Dag hoor. Dag hoor, zegt ze. Dat ja, ik moet nog eten. En we hebben een koffie, dus dat gaat allemaal wel in. En dan gaan we straks lekker ontdoor de kano-route doen. Ja, ik wist niet of ik het net goed zei. Dan kijk ik je nou even aan. Maar dat komt wel allemaal goed. Ik heb de tas dus al klaarstaan. De grote statief gaat ook mee, want je weet maar nooit wat we tegenkomen. En als we daar heel stil voor moeten zitten, zet die grote statief even neer. Ja toch? Ja. Ik zou zeggen tot straks en geniet van de rit. Ik zou zeggen tot later.